Hubert Bruls, burgemeester. En meer dan alleen burgemeester in Nijmegen en verre omstreken. Gelderland-Zuid heet het, geloof ik. Daarnaast natuurlijk ook van de, zeg maar, het regioberaad van de burgemeesters. Wat vindt u van wat collega Aboutaleb hier zegt? Nou, hij schetst natuurlijk een situatie die er best aan kan komen. Je kunt je eigenlijk, als je het heel populair moet afvragen, is Nederland eigenlijk niet gewoon te klein voor een hele gedifferentieerde aanpak? Ik bedoel, een paar uur tijd kun je van noord naar zuid en oost naar west. We zien dat nu al, hè, door de maatregelen in de randstedelijke regio's gaan mensen wat grotere feesten en partijen bijvoorbeeld in Gelderland houden. En ja, wat is dan het effect van die maatregelen? Aan de andere kant, als je nu zou zeggen van het hele land weer in strakke maatregelen, een soort tweede lockdown gaan doen, dan overreageer je ook wel op dit moment. Ja, er komt morgen een persconferentie, is het verhaal. Dus de, ja, ik neem aan dat Rutte en de jongen iets gaan aankondigen. En u weet dat. Ja, ik heb wel een sterk vermoeden, moet ik u zeggen. En het zal in ieder geval gaan over 8 regio's die erbij komen. En ik kan wel verklappen, mijn regio zal erbij zitten. Ja. Wat het precies zal gaan zijn, dat moeten we echt morgen zien. Ja, uw regio zit er ook bij. Dan denk je, god, die Bruls, die is voorzitter van die burgemeester, die moet het toch een beetje in de klauwen hebben, maar dus ook niet. Nee, maar het virus is niet van de overheid. Dat moeten we in Nederland nou ook maar eens een keer beginnen te accepteren. Dat begint mij de laatste paar maanden misschien nog wel meer op te vallen dan de discussie over lockdown of niet lockdown. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid met z'n allen. Als het net zo goed is, we 17,5 miljoen bondscoaches hebben. We hebben ook 17,5 miljoen virologen. Laten we die kennis dan ook maar eens toepassen. Maar